2, paragraaf 2, spanning. Eerst moeten we daarvoor even kijken naar twee definities. De definities van een stroomkring en van een minimale schakeling. En die twee definities lijken heel veel op elkaar. Want in het begrip, in de definitie van een stroomkring komt al iets met spanning voor. Een stroomkring is namelijk een gesloten circuit van elektrische geleiders waarin een spanningsbron is opgenomen. Lees het nog een keer goed. Hier staat de complete definitie. Dat is dus een aantal dingen waar je op moet letten. Is het een gesloten circuit? Met andere woorden, kun je een heel rondje maken. Maar dat moet wel bestaan uit elektrische geleiders. Dus je moet zolang je door geleiders gaat een heel rondje kunnen maken. En onderweg moet je minimaal één keer een spanningsbron tegenkomen. Dat is een stroomkring. Wat is dan een minimale schakeling? Een minimale schakeling, dat is een stroomkring, maar met nog een beetje een extra eis erbij. Die stroomkring bestaat uit één spanningsbron, één apparaat en twee stroomdraden. Dat is een minimale schakeling. Als je deze twee nu vergelijkt, dan valt je hopelijk een belangrijk verschil op. Dat is namelijk het apparaat. In de definitie van een stroomkring komt het apparaat niet voor. Je kunt dus ook een stroomkring maken zonder apparaat. Dat kan. Je kunt het beter niet doen. Namelijk een stroomkring zonder apparaat heeft namelijk ook een naam. Dat heet kortsluiting. En dat kun je beter niet hebben. Spanning. Spanning wordt veroorzaakt door een spanningsbron in de schakeling. Wat is dan een spanningsbron? Nou, een spanningsbron zorgt ervoor dat de stroom gaat lopen. Maar niet alleen dat. Een spanningsbron geeft ook elektrische energie mee aan de stroom, zodat er in de apparaten energie omgezet kan worden. De spanningsbron levert dus de energie aan de schakeling en zorgt ervoor dat de stroom gaat lopen. Nou, dan maken we nog een onderscheid tussen gelijkspanningsbronnen en wisselspanningsbronnen. Dat is ook een heel belangrijk verschil qua werking. Namelijk, bij een gelijkspanningsbron loopt de stroom altijd dezelfde kant op. Bij een gelijkspanningsbron zie je dus ook aan de ene kant waar je kan aansluiten een plus staan, want daar komt de stroom, de spanningsbron uit, en aan de andere kant staat een min. Bij een wisselspanningsbron zie je geen plus of min staan. Dat kan ook niet, want plus en min veranderen de hele tijd. Denk aan een stopcontact. Een stopcontact, als je naar de pootjes kijkt, vooral niet aankomen, dan zie je daar geen plus of min bij staan. Ja, waarom niet? Nou, er is niemand die snel genoeg kan schrijven en gummen, want je zou 50 keer per seconde bij de ene een plus moeten zetten en 50 keer per seconde bij de andere een plus. Zo snel verandert dat. Nou, je kunt spanningsbronnen ook schakelen. Daar moet je mee oppassen. Spanningsbron in serie schakelen, dat is op zich geen probleem. Dan moet je gewoon de spanning optellen. En dan krijg je de totale spanningsbron van de serie schakeling van spanningsbronnen. Pas op met parallel schakelen, want als je daar niet goed op let, gaan ze kapot. Als de spanningen van de spanningsbron niet hetzelfde zijn, dan gaat de sterkste spanningsbron proberen zijn energie te pompen naar de zwakkere. En daar kan die zwakkere meestal niet tegen. Tenzij je heel goed oplet wat je doet. En dan gaat het meestal wel goed. Je mag zelf even nadenken over een situatie waarbij je twee spanningsbronnen juist expres parallel aan elkaar schakelt om de energie van de sterke in de zwakke te pompen. In de les zal ik je nog het antwoord vragen op deze. Elektrische spanning. Dat is de naam van deze paragraaf. Spanning. Wat is nou eigenlijk die spanning waar we het over hebben? Het heeft dus iets met stroom te maken. Het heeft iets met energie te maken. Nou, wat blijkt het nou te zijn? De hoeveelheid energie die wordt meegegeven aan een bepaalde hoeveelheid lading. Of, als je kijkt naar de spanning over een verbruiker, een apparaat, dan is het juist de hoeveelheid energie die wordt afgestaan aan het apparaat. Dus de hoeveelheid energie per hoeveelheid lading. Nou, zowel lading als energie kunnen we meten. Dus ook de spanning is te meten. Het is dus een grootheid. En die grootheid, nou, die heet dus, zoals je al begrepen hebt, de elektrische spanning.
Die heeft uiteraard een symbool gekregen. Dat is de hoofdletter U en de U is afkomstig van het Italiaanse woord voltage. Mocht je een beetje vreemd opkijken waarom een U bij het voltage hoort, terwijl dus de U in het woord voltage niet voorkomt. Nou, dat heeft een historische reden. Het symbool U is pas in 1997 ingevoerd voor elektrische spanning. Daarvoor waren er al andere grootheden die hiermee te maken hebben. Een andere grootheid die ook de voltage heet, is namelijk de potentiaal en die had al het symbool V. En om die twee niet hetzelfde symbool te geven, heeft men gekozen voor een letter die een vorm veel op lijkt, dus de U. Nou, aan de Italiaanse naam zie je al wat de eenheid is van spanning, dat is namelijk de volt. En die is vernoemd naar deze meneer Alessandro Volta. Hij was de eerste die bijvoorbeeld een batterij bouwde. Maar dat deed hij ook naar aanleiding van een ander experiment waarbij die kikkers ontleden en zag dat de poten van de kikkers ineens gingen bewegen. Nou, er hoort ook nog een formule bij. U is E gedeeld door Q. De spanning is de energie gedeeld door de lading. Spanning is energie per lading. Goed onthouden. Spanning is energie per lading. Dan zijn er een heleboel spanningsbronnen. En een aantal daarvan, helaas, zul je moeten kennen. Staan niet in BINAS, dus kijk maar goed. Dan leer je ze hopelijk gelijk. Nou, dit noemen we de AAA, oftewel de mini penlight batterij. Je kent ze vast wel. In veel draadloze muizen zitten ze. Maar de iets grotere AA kan je er ook in tegenkomen. Dat is de penlight batterij. Een wat grotere variant, dat is de Engelse staaf. En dan hebben we ook nog eens een keer de gewone staafbatterij, de D. Dat zijn die hele grote. Dan deze, de platte batterij. Je ziet ze tegenwoordig niet veel meer, maar ze bestaan nog wel degelijk. Je herkent ze duidelijk aan die twee pootjes die eruit steken. En van de batterijen, de laatste die je moet kennen, dat is de blokbatterij. En dan hebben we ook nog deze, het lichtnet. Lichtnet wordt ook wel stopcontact genoemd. Dat is helemaal niet waar eigenlijk. Het stopcontact is alleen maar dat deel wat je daar ziet. Alleen maar het contactpunt waar je een stekker in steekt. En daarachter zit de spanningsbron. Het lichtnet dat helemaal teruggaat naar de elektriciteitscentrale. Daar zit een dikke streep tussen. Je ziet die stippellijn ertussen gekomen. En dat is niet voor niks, want deze hebben namelijk verschillende oorsprong. En daar komen we zo op. Eerst nog een keer een rijtje van die spanningsbronnen. Hier zijn we allemaal die net genoemd zijn met foto. Want wat is het nou het erger voor jou? Jij moet van al deze batterijen weten wat de spanning is. Dat kan op een toets gewoon in de tekst gebruikt worden. En dan moet jij maar weten welke spanning erbij hoort. Dat staat dan voor de rest niet in de informatie in de opgave. Jij wordt geacht dat te weten. En dan moet je ook nog weten dat er bij de batterijen een verschil tussen is tussen de oplaadbare en de niet oplaadbare variant. Nou, dan heb je weer een mazzel. De AAA, de gewone, de AA, de C en de D. Ja, vroeger hebben de A en de B ook bestaan, maar er is geen fabriek meer die ze maakt. Die hebben allemaal dezelfde spanningen. De niet oplaadbare variant is de 1,5 volt en de wel oplaadbare is 1,2 volt. Die is ietsjes lager. Nou ja, dat ze allemaal dezelfde spanning hebben, dat is een aanwijzing dat in al deze batterijen dezelfde stoffen zitten. De stoffen bepalen namelijk de spanning. Beter gezegd, de metalen die je in de batterij verwerkt, die bepalen welke spanning die gaat geven. Waarom kun je vaak in heel veel apparaten, helaas niet in allemaal, maar in heel veel apparaten, een niet oplaadbare vervangen door een oplaadbare batterij, terwijl die toch minder spanning levert? Nou, dat heeft ermee te maken dat een batterij altijd om te werken een klein beetje van zijn eigen spanning opeet. Hij geeft dus eigenlijk minder spanning aan het apparaat af dan er op de batterij vermeld staat. En een niet oplaadbare batterij snoept veel meer van zijn eigen spanning op dan een oplaadbare batterij. Vandaar dat je ze toch kunt vervangen. Meestal dan. Platte batterij.
De niet oplaadbare variant is 4,5 volt. Ik heb zelf geen oplaadbare daarvan kunnen vinden. Die schijnen wel te bestaan. En als ze bestaan, dan zijn ze 3,6 volt. En hopelijk zie je een verband met die daarboven. Inderdaad. Die zijn drie keer zo groot. Want een platte batterij. Is een leuk proefje om die in een röntgenapparaat te zetten. Dan zie je dat die bestaat uit drie in serie geschakelde penlight batterijen. Ten slotte de laatste, die is echt heel anders. Dat is de blokbatterij. Daarvan is de niet oplaadbare variant 9 volt en de oplaadbare 8,4. Dan het lichtnet. Het lichtnet heeft een spanning van 230 volt. Maar waarom nou op de vorige bladzijde en deze bladzijde die dikke stippellijn ertussen? Nou, al die bovenste, dat zijn allemaal chemische spanningsbronnen. Die maken dus hun elektrische energie door middel van een chemische reactie in de batterij. Terwijl de onderste allemaal mechanische spanningsbronnen zijn. Chemische spanningsbronnen zijn altijd gelijkspanningsbronnen. Die kun je niet laten wisselen. Terwijl het lichtnet een mechanische spanningsbron is, dat zit namelijk in de centrale, daar beweegt wat, dat geeft juist een wisselspanning. Dus chemische spanningsbronnen geven altijd gelijkspanning, mechanische spanningsbronnen geven altijd wisselspanning. Nou, wat moet je nog meer weten? Er zijn een heleboel symbolen om een stroomkring weer te geven. Jij moet zo'n stroomkring kunnen tekenen in een schema. En je moet vanuit een schema weer zo'n stroomkring kunnen maken. En vanuit een beschrijving moet je een stroomkring kunnen maken. Een aantal symbolen. Spanningsbronnen. Dit is een gelijkspanningsbron. Dikke streep voor de min en een lange streep voor de plus. Meestal zetten we de plus en de min er ook nog bij. Dit is ook een gelijkspanningsbron. Alleen deze is regelbaar. Dat betekent dat je de spanning die deze geeft kunt regelen. En deze, eigenlijk twee contactpunten met een kringeltje ertussen, dat is een spanningsbron voor wisselspanning, zoals een stopcontact. Nou, wat kun je nu allemaal in een schakeling zetten? De componenten. Nou, hier komt een zeer indrukwekkend symbool. Print dat goed in je hoofd, want hij is heel complex. De draad. In een schakeling worden draden gebruikt. Er is een ongeschreven regel dat we draden altijd horizontaal of verticaal tekenen. En dat we draden rechte hoeken laten maken. Dus hoeken van 90 graden. Erop is één uitzondering en daar komen we zo meteen. Het is een ongeschreven regel. Je hoeft je er niet aan te houden. Maar het staat wel heel slordig als je van allerlei bochel en spaghetti werk maakt. Dus beter om je gewoon te houden. Is ook beter voor je overzicht. Rechte draden, horizontaal, verticaal. En rechte hoeken gebruiken. Nou, dit rondje met een kruisje erin, dat is een lamp. Een gloeilamp om precies te zijn. Dan hebben we een blokje. Dat is een weerstand. En dit is ook een weerstand, maar weer zo'n schuine pijl erdoorheen, dan is het een regelbare weerstand. Dit is een schakelaar. Er zijn zelfs meerdere varianten schakelaars. Voorlopig gaan we het gewoon even ophouden dat dit een schakelaar is. Formeel is dit een aan-uitschakelaar en dan heb je andere symbolen voor bijvoorbeeld een drukschakelaar. Heel belangrijk. Twee draden met zo'n punt erbovenop, dan maken deze draden contact. Dit zijn verbonden draden. Maar in de praktijk kun je ook draden over elkaar heen leggen terwijl ze geen contact maken. Denk aan bijvoorbeeld, waarschijnlijk heb je op je bureau wel snoeren liggen die elkaar kruisen. Die mogen geen contact maken. Nou, die tekenen we zo, met zo'n bochtje erin. Dat is de ene, dat is die uitzondering waar ik het net over had, waarbij we draden niet helemaal recht tekenen. Kruisende draden. En dan nog ga je altijd proberen in een schakelschema kruisende draden te vermijden. Alleen, dat kan niet altijd. Soms moet je wel. Nou, dan hebben we ook nog meters die we erin kunnen zetten. Dit is een amperemeter.
en die meet amperes, stroomsterkte dus. Dan hebben we deze ook nog, dat is de voltmeter. Die meet de spanning. En de derde meter die we ook nog hebben, dat is de ohmmeter. Maar let op, want met de ohmmeter zit een hele belangrijke waarschuwing bij. Die mag je nooit in combinatie met een spanningsbron in de schakeling zetten. De ohmmeter is zelf namelijk een spanningsbron. En prik je hem er willekeurig bij, heb je groot kans dat je de situatie krijgt van de vorige bladzijde die we vermeld hebben, of een paar bladzijden geleden, twee spanningsbronnen parallel. En aangezien een ohmmeter een hele zwakke spanningsbron is, zal dat altijd de spanningsbron zijn die het onderspit delft. En boem, zei je ohmmeter. Beter niet doen dus. Nou, dan hebben we hier nog een heel rijtje. Dat zijn symbooltoevoegingen. Deze, dat is een regelbaar element. Het is jammer dat er een beetje verschijnt. Dat was niet helemaal de bedoeling. In een volgende versie van deze film zal ik dat herstellen. Maar nu moet je het maar even mee doen. Zo'n streep er doorheen is een regelbaar element. Nou, een voorbeeld. Hier zien we een weerstand. En nu is deze weerstand regelbaar. Dit bliksemschichtje betekent een lichtgevoelig element. Althans, als je het schema met de hand tekent. Nou, je ziet als voorbeeld al staan een weerstand. Zetten we er nou zo'n bliksemschichtje naartoe, dan wordt zo'n weerstand een LDR, een Light Dependent Resistor. Je kan het bliksemschichtje ook de andere kant op zetten. Dan hebben we een lichtgevend element. We zien hier het symbool van een diode. Maar zetten we nu het bliksemschichtje erbij, dan hebben we een LED gekregen. Een Light Emitting Diode. Een lichtgevende diode. Letterlijk een licht uitzendende diode. Nou, daar komt de verklaring van hetgeen wat er al naast stond. Als je nou in drukwerk bezig bent, vervang je het bliksemschichtje door een dubbele pijl. Ach, en op toetsen is het niet verplicht om je te houden aan de regels voor handgetekend of voor drukwerk. Dus als je het dan door elkaar haalt, is dat niet zo erg. En het laatste, het symbool toevoeging. Het staat er al, dat betekent een warmtegevoelig element. En welke vorm heeft dat dan? Dat is zo'n kringeltje. Dus hier staat een weerstand. En nu is het een warmtegevoelige weerstand geworden, die dus afhankelijk is van de temperatuur. Nou, dan hebben we ook nog symbool toevoegingen. Die kunnen we in principe bij elk schakelelement gebruiken. Zelfs in combinatie. Kortom, in bijvoorbeeld, we kunnen dit voorbeeld maken. En dit voorbeeld kun je maar beter niet in de praktijk brengen. Kijk maar eens eventjes wat hier komt. Dit is een voltmeter. Maar dat wist je al. Wat hebben we nu gekregen? Daar staan drie symbolen bij elkaar. Dit is een volledig acceptabel, nou ja, acceptabel, geldig teken. Dit betekent ook inderdaad iets. Dit betekent, weet je ze nog van de vorige bladzijde? Ik hoop het wel. Een regelbare, warmtegevoelige, lichtgevende voltmeter. Wat heb je er in de praktijk aan? Nou, eerlijk gezegd helemaal niks. Maar je kan wel het symbool ervan maken. Ja, een lichtgevende voltmeter zou nog wel helpen. Als dat de cijfertjes op het display dan lekker de spanning weergeven. Maar een regelbare of warmtegevoelige voltmeter. Nou, als je die in de winkel tegenkomt, zou ik hem daar lekker laten liggen. Want in de praktijk heb je daar helemaal niets aan. Over voltmeters gesproken. Je moet ook nog wel met alles kunnen meten. En daarom, om elektrische stroom te meten en elektrische schakelingen te bepalen, gaat dat allemaal volgens een vaste procedure. De procedure die we even kort doornemen. Er staat ook nog een aparte video hiervan in mijn kanaal, waar dat ook letterlijk gedaan wordt. Die heet Schakelingen bouwen. Stel dat we de volgende schakeling gaan bouwen. We hebben een weerstand die we op een voedingsbron gaan aansluiten, op een gelijkspanningsbron. Nou, gaan we eerst de schakeling bouwen zonder meters. Dit is de schakeling zonder meters. Dus een draadje van de plus van de spanningsbron naar de weerstand.
en van de andere poot van de weerstand terug naar de spanningsbron naar de min. Klinkt heel gek dat we hem eerst bouwen en dan gelijk kapot gaan maken, die schakeling, maar dat is toch wat we doen. We bouwen dus eerst zonder meters en dan halen we één draad los om daar de amperemeter, de stroommeter in te zetten. Dus één draad gaat weg en in de plaats van die draad komt de stroommeter. Let op, hij komt er nooit bij, hij komt in de plaats van. Voor een amperemeter moet je dus de schakeling verbreken. In de praktijk haal je gewoon meestal één stekker los. Die stekker zet je naar de amperemeter en de andere kant van de amperemeter gaat naar de open plek die gekomen is door de stekker die je hebt weggehaald. Nou, hier zie je dus van de plus van de spanningsbron naar de plus van de amperemeter. De plus van de amperemeter geeft niet welke kant op die stroom geeft, maar aan welke kant die de stroom binnen wil krijgen. En de andere kant, je ziet hier, vanuit het grootste meetbereik gaat die terug naar de weerstand die we net hadden. Dan komt als laatste de voltmeter erin. En als laatste de voltmeter betekent dat je de voltmeter ook makkelijk kunt verplaatsen. Hier komt hij. Hier is de voltmeter. Die plaats je er dus gewoon extra bij. Een voltmeter plaats je er dus bij in de schakeling. En daarom zitten de stekkers van een voltmeter altijd bovenop. Nou, als wij hier praktisch mee gaan doen, en dat gaan we doen, ben je verplicht om deze procedure te volgen. Nogmaals, wil je deze gedetailleerd zien met echt een schakeling gebouwd, dan verwijs ik je naar de film die ook in mijnzelfde kanaal staat voor schakelingen bouwen. En daar staat ook een video hoe je met een voedingskastje omgaat en er staat ook een video over hoe je met meters omgaat. En er is niet alleen practicum, je hebt ook nog oefenopgaven in het boek staan hierbij.